dat er niks mooier is dan nieuwe startups, bedrijven eigenlijk te helpen om gewoon ook op een serieus level mee te kunnen doen. En hoe mooi is dat? Is dat je, oh, kan je ze een klein beetje financieel helpen? En is dat het niet om gewoon een mentor te zijn en gewoon advies te geven? Wat vond je van de sprekers van deze avond? Ik vond een heel divers palet aan sprekers en heel interessant wat ze allemaal doen. Ik vond de sprekers heel geïnspirerend, omdat ze zeker ze hebben een bepaalde weg doorstaan die veel ondernemers ook willen doorbreken. Allereerst, de manier hoe er gepitcht werd, vond ik echt supergoed. Heel knap dat je in zo'n korte tijd toch je verhaal kan doen. Ik vond het echt een supermooi evenement. Ik vond het wel mooi te zien hoeveel ondernemers eigenlijk andere ondernemers willen helpen. En dan niet alleen financieel, maar ook al in een mentorship. Ik heb al meerdere mensen die bij me langskwamen van, joh, ik wil misschien investeren, maar buiten dat wil ik je gewoon helpen. Ik ken mensen en dat vind ik wel mooi om te zien. Ik heb eigenlijk van allerlei lagen wat gezien. Dus ik heb beginnende investeerders gezien. Ik heb startups gezien. Als je dat bij elkaar brengt, dat krijg je online niet voor elkaar. Weet je wel? En dat wij elkaar hier nu zo spreken, is wel anders dan als we een online enquête doen. En ik denk dat dat wel de grote waarde is. Ik vind Angel Café een mooi platform. Een platform om investeerders te ontmoeten, entrepreneurs te ontmoeten, maar ook te leren en te luisteren naar de verhalen van anderen. En voor ons, entrepreneurs, mensen die investeren, mensen die deze bijzondere journeys aan het meemaken zijn, is er niets anders als het leren van een ander. En dat kun je doen op Angel Café. Dus be there. Nou, over het algemeen denk ik dat het goed is gegaan. We hebben duidelijk ons verhaal kunnen vertellen. En ja, in prachtige setting. Ik denk dat het mooiste ervan is dat je gelooft in het verhaal wat iemand brengt. En in het product of in de dienst of whatever die persoon wil gaan doen. En misschien nog wel belangrijk, want los daarvan is het natuurlijk heel leuk als je een heel mooi product hebt. Maar als de persoon erachter dat niet matcht, dan gaat het niet werken. Ik geloof vooral in de persoon erachter. Nou, en die combinatie, als wij onze handen nu in één hebben geslagen, ja, is de wereld is te klein voor ons. We gaan het alles overnemen.